Ik heb haar voorgedragen omdat ze betrokken is bij heel veel projecten die ze dan ook nog eens zelf allemaal heeft geïnitieerd. Ze is altijd bezig om zowel onderwijs te verbeteren op het gebied van online education, maar ook zichzelf daarin elke keer in te overtreffen. Dus dat maakt haar echt speciaal. Ze heeft om het begin heel erg veel lef. Ze durft echt heel erg te zeggen waar het op staat. En tegelijkertijd doet ze dat op zo'n manier dat ook heel veel mensen het accepteren van haar. En door haar gaan ze wel echt verder naar de toekomst kijken. Nou, naar mijn gevoel is het echt een geboren leider. Iemand die het voortouw durft te nemen. Ze weet duidelijk van hoe de wereld aan het veranderen is en waar het naartoe gaat. Ze zet heel veel in gang en ze zorgt echt vooral voor verbinding en dat mensen met elkaar in contact komen. Ze is een hele goede verhalenvertelster. Ze krijgt daardoor heel veel mensen mee. Wat anderen van haar kunnen leren is om vooral vooruit te kijken. Vooral naar de nieuwste trends en ontwikkelingen te kijken op het gebied van innovatie. En juist ook nog verder dan dat natuurlijk, want echt een innovator kijkt niet alleen om zich heen, maar kijkt echt de toekomst in. En ja, gewoon doen en durven, dat is wat voor Shida wel, waar zij voor staat. Wat drijft mij als het gaat om innovatie en ICT in het onderwijs? Het idee dat het altijd beter kan. Dat als ik dan van studenten hoor dat er sommige docenten zijn die geweldige clips maken of van die videoscribes maken, dan denk ik, oh wauw, ja, dat vind ik leuk. 4 jaar geleden ben ik begonnen bij Erasmus School of Law. En wij hebben toen met een heel klein team gekeken naar hoe kan het deeltijdonderwijs nou beter. Dus de deeltijdopleiding, daar zijn we van een avondopleiding naar een middagprogramma gegaan, gecomprimeerd, blended. Zo'n 70% staat online, 30% gebeurt face-to-face. En daar zijn we begonnen met het idee, we doen dit voor 30 studenten. En dat zijn er nu ruim 600-700. En als ik dan zie dat die studenten nog het ook echt doen, hè, dus je ziet dat de rendementen goed zijn, je ziet dat de slagingspercentages goed zijn, maar ook uit gesprekken met studenten, dat ze tevreden zijn, dat ze het leuk vinden. En als je dan ziet wat voor sfeer daar hangt, met alles wat bruist, dat is waanzinnig. Het lijkt mij waanzinnig om het idee van blended learning gewoon veel verder door te voeren en al onze opleidingen blended te krijgen. Waarom niet? Ik denk dat de volgende vraag waar wij heel erg mee zullen spelen in het onderwijs is smart engagement. Collaborative learning. Hoe zorg je ervoor dat je studenten op een slimme manier geëngageerd houdt bij het onderwijs? Hoe zorg je ervoor dat je ze activeert online? Online onderwijs is een ander spel dan on-campus onderwijs. Dat zijn andere didactische modellen waar we naartoe moeten en waar we naartoe kunnen. Maar dan moeten we wel gezamenlijk die stap gaan zetten en ook met elkaar gaan bespreken van wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen. En wij zijn bij de UR al bezig met die discussie. Het zou leuk zijn als we dat in een breder verband kunnen trekken. Dat je dat ook op een breder platform kan bediscussiëren.